Hallo allemaal en welkom bij de uitslag van de Grocery Gang weggeefactie van de slushie machine. De slushie machine is ons beschikbaar gesteld door Simba en die heeft ons een heleboel spullen gegeven, maar ook een aantal slushie machines om weg te geven. En waarom weet ik dat ze om weg te geven zijn? Nou ja, ze zijn allemaal hetzelfde, ze hebben allemaal die twee erin. En dit apparaat. Voor de review kan je kijken naar een van mijn andere video's. Dus dit zit er allemaal in. Dit is het apparaat. Wat wij nog eerst gaan doen. En daarvoor gaan we naar een andere ruimte toe met een andere microfoon. Dus ik ga een beetje anders klinken. Maar wat wij gaan doen is nog naar de laatste inzendingen kijken. En aan het einde daarvan ga ik jullie vertellen wie er gewonnen heeft. Ja, dus we zijn zo begonnen. Dan kan je zien wat een van jullie gaat winnen. En wij gaan nu kijken van wat er nog binnen is gekomen sinds vorige week. En dan gaan wij de winnaar bekendmaken. De eerste inzending is van Amy van Hurik. En zij heeft een opbergsysteem gemaakt voor de grocery gangs. Het heeft vier vakjes aan de voorkant. En zoals je aan de achterkant kan zien, het is speciaal voor gamerpapa gemaakt voor de grocery gang. Hartelijk dank Amy van Hurik. En wij gaan nu naar de volgende inzending van Kathleen Hilhorst. Zij heeft allemaal tekeningen gemaakt. Een Krusty Chocobar, een Red Hot Chili, Spiky Spons, Bad Soy en de slijmontstopper. Die slijmontstopper vind ik eigenlijk wel heel erg leuk. Dankjewel voor je inzending, Kathleen. En dan gaan we nu naar de volgende kijken. Chris Place heeft een nasty apple voor ons getekend. Een rode appel met allemaal rotte en beurzenplekken erop. Heel erg leuk gemaakt. Hij heeft zelfs een kleine Walkman op of een koptelefoon. Zou hij daarmee luisteren naar het kanaal van Gamerpapa? Ik denk het wel. Nou, we gaan nu weer snel door naar de volgende inzending. Eveline Tiemann heeft een ziekenhuis voor de grocery gang gemaakt. Aan de bovenkant kan je ze erin doen. Aan de voorkant zie je vier verschillende raampjes. Daar kan je je favoriete grocery gangs in stoppen. En ze vertelde dat zelfs aan de achterkant zie je ze allemaal. En hier zien we het zijaanzicht. En daar heeft ze leuke, grappige wieboeloogjes opgeplakt met allemaal ramen. Het ziet eruit als een heel leuk ziekenhuis. En het is natuurlijk ook handig dat als je hem optilt dat je ze dan allemaal weer eruit kan pakken. Het is een grappige verzameldoos gemaakt van papier. Dankjewel voor je inzending. Finn heeft een toiletrol omgetoverd tot een grocery gang figuurtje. Hij heeft wat lijkt op een beetje op pompoms met wiebeloogjes, heeft hij op een wc-rol gepakt en dan helemaal ingekleurd en geverfd. Dat, ik denk met stift gedaan. Het ziet er in ieder geval heel erg leuk uit. Dankjewel voor de inzending, Finn. Hein van der Sar is helemaal losgegaan voor deze wedstrijd. Hij heeft enorm veel tekeningen gemaakt. Hier zie je een tekening. Deze tekening van een huis waar ze ingezet kunnen worden. En ik laat het allemaal net even iets korter zien. Hij heeft hier nog een tekening met de popcorn grocery gang variant gemaakt. En hier zie je dat hij volgens mij een spinner heeft gemaakt die Jannie heeft gemaakt. En die heeft hij ook nagemaakt en uitgeknipt. Dat ziet er natuurlijk hartstikke leuk uit. We hebben hier zelfs grocery gang slijm. Dus Hein van der Sar is wel een hele grote grocery gang fan. Hier zien we nog een tekening die hij heeft gemaakt. En er komen er nog twee aan. Dit zijn de vieze frietjes, zo zal ik ze maar noemen. En we zien daar een soda can die helemaal gedeukt en gebruikt is. En hier zie je zijn eigen grocery gang. Een rotte banaan. Nou, het ziet er allemaal hartstikke leuk uit, Hein. Knutselclub heeft een hele grappige inzending gemaakt. Een grocery gang snackbar met allemaal verrot eten en alles en zo. En de klanten die zeggen bah en eeuw en pap, ik lust geen verrot eten. Het ziet er natuurlijk wel hartstikke leuk uit. En het is ook wel erg grappig met die extra tekstballonnetjes erbij. Dankjewel Knutselclub voor je inzending. Lena Leijsje heeft een hele slimme Lego oplossing gemaakt. Je kan die nopjes zien waar zij haar penseltoppers op kan zetten. Dat kan je bij die sticky beer op de achtergrond goed zien hoe ze dat heeft gedaan. En dit is een hele slimme oplossing. Ik zie dus inderdaad die sticky sweets, die helemaal links achter, die vind ik erg leuk. En die peer op de voorgrond is natuurlijk ook een hele leuke moldy vegetable. Nou, dankjewel Lena Leijsje voor je inzendingen. Luna Zwartjes is net als Lena Leijsten opnieuw in deze video. En dit keer heeft zij heel veel werkjes gemaakt met naald en draad. En het ziet er wel heel erg leuk uit, deze monstertjes. Deze grocery gang figuurtjes zijn heel erg creatief bedacht. Dankjewel Luna Zwartjes voor weer een inzending met deze giveaway. Suzanne, die heeft deze drie grocery gang figuurtjes gemaakt. Die middelste, die ken ik. Dat is de Spotty Zit. Dat is de, ja, dat is de puistencrème, om het maar zo te zeggen. Die hebben wij allemaal. Volgens mij heb ik die zelfs dubbel. Ik zie de pizzapunt en ik zie de frietjes. Suzanne, ik vind ze heel erg leuk getekend. Vooral die middelste vind ik er heel erg mooi uitzien. Ze zijn met waterverf gemaakt, dus ik vind het wel heel erg knap. Sophie Krijger had vorige week ook al een inzending. En dit is eigenlijk nog een foto die erbij hoorde. Die had ik toen niet laten zien, maar hij ziet er wel heel erg leuk uit. Hier zien we echt zo'n vuilnisbelt.
opzet met de kleine prullenbakjes erbij en een don't open. Dit ziet er natuurlijk wel heel erg leuk uit met haar zelfgemaakte Grocery Gang figuurtjes erbij. Het videomeisje had ook nog een inzending en dat is deze. Het ziet eruit als een klein cafeetje. Ik zie daar een waterkraan, heeft ze heel erg leuk gemaakt. Een Grocery Gang figuurtje zit eronder verstopt met een vies cakeje, lijkt het wel, of een milkshake. Ik weet het niet precies, maar het is een hele leuke inzending. Dankjewel, videomeisje. Tara Doornbos had eigenlijk in de vorige video gemoeten, maar er ging iets mis met het e-mailen. Dus heeft ze het later opnieuw gestuurd. Nou, hier zien we de Unclean Coffee Machine. Ik vind hem heel erg leuk gemaakt. Het past dat natuurlijk ook wel heel erg bij een slushy machine, een koffiemachine. Tara Doornbos, dankjewel voor je inzending. Het ziet er heel leuk uit en zoals ze ook uit de koffiemachine vallen, dat is echt heel erg grappig bedacht. En de allerlaatste inzending was van Unicorn Girl. Stinky Kauwgom heeft zij gemaakt en getekend. En het grappige was, op YouTube in de comments zag ik dat zij eigenlijk niet eens wilde winnen. Ze vond het gewoon leuk om mee te doen. Nou, Unicorn Girl, in ieder geval dankjewel voor je inzending. Hij is hartstikke leuk geworden. En dan wordt het nu tijd om de winnaar bekend te gaan maken. En dit is natuurlijk een heel spannend moment. En hoe heb ik gekozen? Nou ja, ik heb eigenlijk gewoon een groep mensen bij elkaar gezet in een map. En heb ik er gewoon eentje uitgekozen. Ik heb niet eens per se gekeken wie het allerleukste is. Maar gewoon, ja, een beetje een random keuze gemaakt van wie het is geworden. En de winnaar is deze foto. Deze foto heeft gewonnen. Dit knutselwerkje. En die is van Dorothy Shadowstorm. Dorothy Shadowstorm, gefeliciteerd met jouw Grocery Gang Slushy Machine. Ik heb ook gezien dat jij trouwens al heel veel hebt gereageerd op alle video's van mij en zelfs ook nog bij Juf Jannie. Dus dat is natuurlijk ook heel erg leuk. Daar worden we altijd heel erg blij van. Nou, ik zou zeggen, gefeliciteerd met jouw Slushy Machine. Ik stuur jou een e-mail, want ik heb jouw e-mailadres. Dus dat is wel zo prettig. En daarin ga ik je zeggen wat je moet doen. En vergeet niet ook nog even voor de zekerheid om toestemming te vragen aan je ouders of je inderdaad ook wel je gegevens mag doorgeven en zo. En binnenkort komt er zo'n slushy machine van de Grocery Gang naar jou. Ik heb er nog meer, dus ik kan binnenkort weer een weggeefactie gaan doen. Maar dat komt niet zo snel, misschien pas na de verhuizing als ik een nieuw huis heb. Maar dit was het voor deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Tot de volgende keer. Doei!